heet u van harte welkom op de 53ste Tonton Fair. In het bijzondere... de heer Bayoudon. Hij is het hoofd van de delegatie uit Georgia. En prins Hario Bino Biosena van de Paku Alaman, ook uit Georgia. De sultan van Banjar en de gouverneur van Zuid-Kalimantan. De openingsplechtigheid vindt op een ander tijdstip plaats dan de laatste jaren gebruikelijk. Op een ander podium dan de laatste jaren gebruikelijk. Met een veel korter, misschien iets uitgelopen, openingsprogramma dan de laatste jaren. Graag mijn dank uit aan de sultan van Georgia, tevens gouverneur, voor zijn steun bij de totstandkoming van het themaprogramma over Georgia. En ik dank de Indonesische ambassade in Den Haag voor het mogen lenen van het Cumberland Instrumentarium. Het andere themaprogramma dit jaar gaat over Charlie Robinson, die 100 jaar geleden werd geboren in Nijmegen. Charlie staat bekend als Alakatari, kind van Batavia, maar hij werd na zijn repatriëring een bekende Indische Hagenaar. Hij koos bewust Den Haag uit als vestingsplaats voor zijn tijdstip Tonton vanwege de Indische wortels van deze stad. Dat is sambal goreng teder of taupee is weer klaargemaakt. Melancholie, dames en heren, is bij dit lied eigenlijk wel een rode draad. Heimwee naar India, naar de Indische cultuur. En in het koude Den Haag, niet zoals vandaag, lijkt India soms heel ver weg. En dat was moeilijk. Destijds met name voor de eerste generatie Indische Nederlanders. In 1959 begon inderdaad onder bezielende leiding van Ellen Derksen de Pasar Malam Tom Tom in de Haagse dierentuin. En nog steeds, waar wink je dan nog, is mevrouw Derksen als technisch directeur betrokken bij het festival. Chapeau. Wat mij zeker ook als... De boek van Gisella is veel... omvattender enzovoort. Waarom heb je eigenlijk zo lang gewacht voordat je zo'n prachtige thriller kunt schrijven? Dat heeft met name met onzekerheid te maken, want je kunt veel willen in het leven. Ik wil niet zeggen dat je iets kunt. Ik dacht altijd, dat is ook altijd mijn heimelijke wens eigenlijk. Sinds dat ik 10, 11 ben en de eerste zwarte biertjes kon met mijn moeder stal uit haar kamer. Dus de mediatie en totaal gegeven werd door het fenomeen thriller. Dus het heeft lang gereikt, heel veel jaren. En uiteindelijk door een hele simpele optelsom te maken, door een soort spiegeling van mijn leven in Los Angeles te maken, kwam ik uit op een gegeven dat ik een soort, niet een alter ego, maar een vrouwelijke hoofdpersoon creëer met al mijn slechte eigenschappen. En haar geef ik dan de eer om op pad te gaan en steeds haar grote neus in zaken te steken waar ze beter uit kan blijven. Heel veel slechte eigenschappen van mij. Ja. Ik vind dat wel leuk. Ja. Dat, ja, dat weet ik niet. Maar ik wilde wel iemand creëren met wie ik ook een zekere binding heb. En ik dacht ook van, nou, dan wordt het natuurlijk ook wat geloofwaardiger wanneer je een beetje vanuit haar psyche kunt schrijven. Maar even terug, je hebt meer geschreven. Je hebt eerst non-fictie geschreven. Dus, ik heb geen idee wie je bedoelt, maar ik ben Mike. Hij stak zijn hand uit. Michael Ford, tweede generatie Indo. En jij bent? Vic Tsaro, ook tweede generatie. Ik ben de dochter van Amrit. En ze knikt in de richting van haar vader, die weer druk in gesprek was. Dit is een hele leuke manier van voorstellen. Van, ik ben die, ik ben tweede generatie. Gaat dat daar zo in Los Angeles? Ja, wat ik beschrijf is een Indonesische markt. Dus niet Indisch, maar Indonesisch, ooit opgezet 5 jaar geleden in een deelgemeente de Wortie, dat is vlakbij Pasadena. En daar komen heel veel Indische mensen ook. Op elke zaterdagochtend om 8:00 of 9:00 dan gaan de kraampjes open. Iedereen gaat er lekker makkelijk en bij elkaar zitten kletsen. En, het is dat die kleine Indonesische persoon, ja. Die door de Chinezen wordt... Precies, het zijn Chinese standhouders die onder Suharto het land uitgedreven zijn. Ja. Zij zijn de standhouders. En het grappige is dat de mensen die daar komen, dus de mengeling van Chinezen en ook Amerikanen, dat de Indo's heel makkelijk ook
als een soort tweede natuur. Maar als... Ook het voorbij komen verder. De tatoeages heb je met Indo, de Indo-muziek, hè, die komt ook voorbij. Hè. Ergens, daar is nog een SOS, dat is de Dutch Club AVIO. Waar staat AVIO voor? Alle vermaak is ons. Is AVIO. En is onder niet door. Noten, hou je vast, stik door. Pardon, Charlie Watson. Heeft hij dat? Hij is daar bij betrokken geweest. Okay, hij heeft vanaf 1964 wordt daar gedanst tot de ochtend aanbreekt. En dan wordt gegeten en ja, dat is echt. Ja, dat is het einde van de rechter.